We hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden. Holy shit. Kijkers van Gameplay World Excel. Wow. Misschien beter dat ik mijzelf even voorstel. Want waarschijnlijk denken jullie nu gewoon. Wie ben jij? En waar is Giovanni? En wat doe jij? En welke taal praat jij? Ik versta niks van wat jij zegt. Ik ben Atta, ook wel eens dit genoemd op YouTube. Ik ben 15 jaar oud. Ik maak ook filmpjes op YouTube. Ik heb nu bijna de 8k subs. En omdat Gio gaan partyen is, op reis, op dingen belangrijke shit gaan doen, heeft hij gevraagd aan mij of ik een video wou uploaden op zijn YouTube channel. Dus dat gaan wij vandaag ook doen. Even iets leuk om te weten is dat het nu gewoon echt ochtend is. En dat ik gewoon later begin op school. Dus ik dacht, perfect moment om een video te recorden voor Gio. Vandaag wordt het niet zomaar een video, want vandaag gaan wij pre-alpha H1 Z1 Battle Royale spelen. Het is een super nice spel en als je hier nog nooit van hebt gehoord, dan zou ik zeker zeggen, kijk deze video, want het is gewoon een geweldig spel. Waarschijnlijk hebben jullie het wel al eens gezien op livestreams van Sjaak, maar ik zweer jullie, jullie gaan het niet beklagen als jullie deze video gaan kijken. Dus jongens, hierbij zou ik zeggen, let's go. Dus na 10 jaar wachten of zo zijn er eindelijk genoeg mensen geconnect die in de ochtend samen met mij H1 Z1 willen spelen. Dus we gaan er gewoon direct eens aan beginnen. Je kan dit spel erg goed vergelijken met Hunger Games. Dan wel de films Hunger Games en niet de Minecraft versie. Het is de bedoeling dat je hier zo lang mogelijk overleeft en dat je zoveel mogelijk spulletjes verzamelt om de andere mensen uit te schakelen. Dan heb ik het over rugzakken bijvoorbeeld, motorhelmen, first aid kit. Oké, super nice. Als je kijkt hier, zie je dat we gewoon al meteen een assault rifle hebben gevonden. Nu kunnen wij in first person gaan en gewoon even lekker deze bad boy uitchecken. Oh my god, it's so beautiful, I'm gonna die. En alsof een assault rifle nog niet genoeg is, ligt er hier ook nog eens een shotgun voor onze neus. Laten we die ook gewoon meenemen. Dus nu hebben we ook een lekker shotgun en nu zijn we eigenlijk helemaal klaar om mensen te gaan uitroeien. Oké, ondertussen zitten we in de supermarkt, want ik heb net een auto's die voorbij komen en holy shit, die deur is open gegaan. Er is daar iemand. Stay back, motherfucker. Stay back. We nemen het shotgun. We gaan recht staan en we gaan lopen voor ons leven. Loop, oh my god. Loop. Waar is die dude? Waar is hij? We nemen hem in close combat. Hij is daar, oké. Oké, ik heb er veel vertrouwen in dat we hem gaan killen. We gaan hem killen. Kom op. Hij staat daar. Daar is hij. Daar is hij, nee. Ja, holy shit. We hebben hem gekild. Holy shit. Oké, we moeten onze first aid kit gebruiken, want anders gaan we gewoon doodbloeden. Hopelijk had hij een beetje goede loot. Oké, nice. Holy shit, hij had... Hij had heel veel nice dingen. Holy shit, ik snap niet hoe dat wij die dude hebben kunnen killen. Hij had body armor, hij had veel betere shit dan mij. We hebben zelf een nice t-shirt kunnen oprapen die wij nu ook kunnen aandoen. En zo is mijn mannetje weer helemaal gepimpt. Oké, nu gaan we gewoon in G-Street. Ondertussen heb ik mijzelf opgesloten in dit kantoortje. Ik weet niet waarom, maar opeens zag ik gewoon fucking veel kogels voorbij vliegen en shit like that. Oké, even voor de duidelijkheid. Op de map zijn wij nu ongeveer in H7 en dat is ongeveer hier. En wij moeten gewoon zorgen dat wij binnen de groene cirkel blijven. Want anders gaan wij dood aan deze groene spul. Dus we zetten gewoon autorun aan. En dan kunnen wij gewoon lekker genieten van ons ontbijt. By the way, die nieuwe Red Bull is echt super lekker. Echt gewoon top. Als jij hem nog niet hebt gedronken, Summer Edition is echt super nice. Airdrop. In dit spel kan je ook airdrops verzamelen. En dat zijn dus gewoon reusachtige care pakketjes die uit de lucht vallen. In die care pakketjes zit er dan allemaal stuff om je te healen en zo.
maar ook een sniper rifle. En dat is super epic wat je kan quickscopen op dit spel. Dus dat is echt lachen. Oké, als ik even door mijn verrekijker kijk, kunnen jullie zien dat er daar in de verte zo'n rare groene shit is. Dat is namelijk het gas waar je aan dood kan gaan. Maar ik zit nu in H6. En ik zit nog binnen de area, dus ik ga nu gewoon een beetje naar daar lopen en dan zie ik wel. Jongens, er is een kerpencatch gevallen, maar ik weet niet of ik er nog bij kan geraken, want het is echt wel ver. Ik wil het eigenlijk wel proberen, want anders ja. Als ik die kerpencatch zou kunnen bemachtigen, zou dat zo fucking epic zijn. Oké, er zijn nog maar 23 spelers en ik denk dat er niemand de kerpencatch heeft zien vallen, dus ik ga zo snel mogelijk naar die ding gaan, want ik wil wel een fucking sniper. Ik wil die motherfucking sniper. We hebben hem gevonden. Holy shit. Oké, we hebben de kerpencatch gevonden. We hebben de kerpencatch gevonden. Ja, oh super. Even wat dingen droppen, want ik heb hier geen plaats voor. Oké, nice. Holy shit. Er is hier al iemand geweest. En heeft de sniper eruit genomen. Nee. Oh my fucking god. Ik neem de bow wel gewoon voor de fun. Ik denk wel dat dit fucking awesome is. Super. Oké, dat was fucked up, maar nee. Dus ik ben nu even aan het bergklimmen voor mijn leven, want zie al die groene shit. Oké, holy shit, we zijn bijna volledig omsingeld door toxic gas en er zijn nog 20 spelers. Dus we kunnen wel zeggen dat dat een fucking bloedbad gaat worden. Maar voor het moment zit ik nu op de hoogste plek en ik denk als je in de hoogte zit, dat je wel grote voordelen hebt. A few moments later... Waarom gebeurt dit altijd bij mij? Oké, jongens. Vond jij deze video leuk? Check dan zeker even mijn channel in de beschrijving. Ga daar zeker eens een kijkje op nemen. Mijn kanaal staat in België en misschien een heel klein deeltje van Nederland. Bekend om de random shit, de overreactions, de challenges. En ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten van deze video. Zo niet, doe dan zeker een duimpje omhoog. Doe zeker een duimpje omhoog op deze video. Zo support je mij en Gio enorm. Nog even om gewoon te melden aan jullie. In mei ga ik live op Twitch samen met Unagis. Dat is een andere Belgische YouTuber. Kom zeker eens checken. Ik ben Aceit en ik zeg tot de volgende keer op mijn kanaal dan wel. Want ik ga nu... Adios, bitches.